En wij hebben hier bij ons twee heel interessante mensen. Twee mensen die jullie allemaal kennen van tv. Dat is Nonkel Jeff en zijn vrouwtje Diana. Dag Nonkel Jeff. Dag meneer. Hoe is het met u? Met mij is het vrij goed, maar ik heb zo de indruk dat je zo nog altijd een beetje verkouden bent, Nonkel Jeff. Zou je het beter een keer doorhoesten? Ja, denk dat ik de Mexicaanse griep heb of zo. Ja. Nee. Dat is gewoon het hoestje van Nonkel Jeff en het slurven van Nonkel Jeff. Zo. Meer is dat niet. Dat hoort bij het typetje. Ja, dat hoort bij het typetje, inderdaad. Ik moet wel zeggen, de mensen zijn allemaal heel enthousiast. Stonden net met een paar vrouwen buiten te praten en die ene vrouw die zei, God, dat is eigenlijk toch prachtig. Het is juist echt, zei ze tegen mij. Ja, dat denk ik wel dat ik echt ben. Echter kan niet. Ik kom zo uit het scherm gestapt natuurlijk. Ik heb u daarnet ook bezig gezien en ik moet echt bewondering opbrengen voor de prachtige manier hoe u op het podium... U bent een echt podiumbeest, als ik het mag zeggen. Ja, ik ben een podiumbeest, want niemand kent mij van cd's. Natuurlijk, vele jaren terug natuurlijk wel. Ik ben de zangeres van Ruth McKinney en de Benny Bright Orchestra. Zo ben ik eigenlijk bekend geworden. En Veel Bittere Tranen was dan natuurlijk met een grote hit. En dan zijn wij natuurlijk gaan toeren met Ruth McKinney en de Benny Bright Orchestra. En dan heb ik een periode gestopt. Eigenlijk had dat nooit gemogen, maar ja, je bent jong en je wil wat. En je krijgt dan een kind en je stopt en je carrière stopt dan ook. En na 10 jaar stoppen, eigenlijk, dan ben ik terug begonnen. Had ik nooit mogen doen. Meneer, is het de eerste maal dat jij in mijn kabinet komt? En dan kan je niet. Het is een tijdje geleden dat we u gezien hebben. Ja, dat zegt iedereen, maar ik heb jaren bij het begin van het ontstaan van VTM heb ik altijd hoofdrol gespeeld. Dat wil zeggen in de Bompa-reeks. In Gilliams en de Bie was ik Gilliams en dan 7 jaar Nonkel Jeff. Maar ondertussen doe ik nog tv. Volgende maand sta ik in Lilia Marleen. Dan maak ik opnames. Maar mensen zien dat precies niet. Ik sta in verschillende foto's, maar dat is dan met kleinere rolletjes en dan valt het minder op. Is het zo dat mensen u aanspreken als chef? Van Oostende tot Maastricht is er nog ietsje dorsje, dorsje de chefje. Dat kan ik, dat is straks voor vroeger, zoals bij Luc Philips en Pastoor Munten was. Hè. Dus dat raak ik nooit meer kwijt. Maar daar maal ik niet om het. Als dat niet had geweest, had ik het ook niet goed gedaan. Voor mijn springkloot en zak.